Ja, hier is Vizier en ik ben hier samen met Remco. En dit is een wedstrijd in de voorronde Conference League. Ik heb het nummer Conference. Mission Impossible hieronder of niet? Dit. Oh nee, dat is een andere. Okay. Ja. Dat is vrij onmogelijk, denk ik. Ja, er is altijd een kans. 4-0. Je bent, We stonden 1-0 voor, hè. Nog even te kijken. Ik dacht van, nou, ja, is die rode kaart. Dat ging wel heel snel. Toen ik, nou, dat is klaar. Klaar. Het is zo zonde, want ze hebben echt wel een leuke ploeg. Natuurlijk, ze hebben fucking veel spelers kwijtgeraakt. Zelfs als AZ heeft gewoon nog een goede bank. Die zit in Twente. Die hebben toch net niet de juiste spelers om het op te vangen. Ja, dan heb je... Dat is onmogelijk, Fenerbahçe. Ze hebben een beetje pechloting, vind ik wel. Want nu is het gewoon Fenerbahçe. Gewoon in de Conference League natuurlijk. Ja, vorig jaar Fiorentina is ook niet lekker. Nee, daarom. Dus ze hebben het, ja... Ze hebben niet echt heel veel geluk. Ja, het was natuurlijk 1-0 voor. Een rode kaart. Ik weet niet meer hoe die rode kaart was. Domme rode kaart waarschijnlijk. Doorgebroken. Ja, voor mij wel. Ja. En dan ineens ging het snel. Hard. Ja, ook nog een penalty tegen, dacht ik. Ook nog. Dus ja, wat zeg jij, jongen? Wat gaat het worden? Nou, ik denk dat ze hier ook niet winnen. Ik denk, ik ga wel voor de punten. Ik zeg 1-0, omdat Fenerbahçe niks meer gaat doen. Oké, ik denk een gelijkspelletje. Ik denk dat het 0-0 gaat worden. Nee, ja, wel 0-0. Wel een heksenketel, denk ik. Ik denk dat heel veel Turken naar Enschede. Ja, oké. Weet je wat? 1-1. Het gaat 1-1 worden, maar het gaat wel een gelijkspelletje worden. Dus we gaan het zien, jongens. Laat je spelling even achter bij de comments. En hier is de wedstrijd. We hopen natuurlijk trouwens wel, jullie hebben nooit, hè, dat we het ongelijk hebben. Maar we gaan het zien. Fraaie dag hier in het stadion. Welkom iedereen. Goedemiddag. En laten we maar snel gaan toewerken. Helaas geen Tadic. Ik ben Siert de Vos. Dit is maar, met Jeroen Gruter zal ik deze wedstrijd van commentaar voorzien. We hebben lang uitgekeken naar deze eerste speeldag van het nieuwe seizoen. Deze wedstrijd, Jeroen, is een fantastisch affiche. Daar zie je het. Ze zullen zich ongetwijfeld van hun beste kant willen laten zien. Naar die nou ja, ik ben te laat, maar... Ze hebben nu een paar maanden de tijd gehad om zich... Zo. Klem! Ja, en ik denk dat ze laten zien dat ze hebben geleerd voor de fouten van vorig jaar. Kom, Bart. Ik zei net al, zo de Bart zo uit kon laten, even zeker gaat erin. Langs de tegenstander. Heb je ook, Lou? Ex-Jong Oranje. De bal gaat net over de lat. Ja, jammer. De tegenstander nou, is komt deze dan voor de voorsprong. En daar is de openingsnever al zo lang. Ik heb pas die bal mee met hangen. Dat is ook, nou, als het 1-0 wordt, dan gaat het publiek wel eventjes staan, denk ik, toch? Ja, dat is nog grols, denk ik, de dingetjes is dan... Die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. Hey. Dan door. Baas onder schep. Dat had een kans kunnen worden. Ze fluit van buitenspel. Buitenspel? Ze heeft het laat. De keeper pakt hem met alle gemak. Klem. De keeper let niet op. Echt een ik weet dat hij ergens een keeper uit Turkije wilde halen, maar ik weet niet meer welke keeper dat was. Deze is om het wel verklemmen. Kans op de gelijkmaker. Even moet inhouden eigenlijk. Leidt deze Jezus. Ze schijnt zo. Tweede van de... Ze zoekt die speler nog eens op. Ja, kijk maar. Wordt geeft heel. Voor het doel. Zo, wat is dit? Nee, die corner zelt recht in de handen van de keeper. Het thuisspelende team heeft moeite om de bal in de ploeg te houden. Maar ze hebben dat balbezit blijkbaar ook helemaal niet nodig. Om toch een zege in de wacht te slepen. Pas op, even geel, hè. Hier mag de tegenstander weer druk zetten.
Gadver, ja, ik stuur echt totaal verkeerd. Ik voel het aan mijn duim dat ik echt totaal bij de corner. Oh, dacht ik hem raakte nog. Nee, ik zou het echt verneukt. Wat de ruimte of de flank. Die mag ik hier aan nog werken. En dan komt hij nog een keer in actie. Deze keer is het wat makkelijk. Ja, maar die eerste redding. Oeh. Die was geweldig hoor. Kom op. Speelt hij de bal. Batshuayi. Dit wordt natuurlijk de gelijkmaker. Jee, maar ik weet echt totaal niet wat ik hier wilde doen ook. Daarna hebben ze meteen de bal. Ze fluit niet. Nee, ze geeft voordeel. En een schot op doel. Prima gered die bal. Goed gedaan. De bal komt voor het doel. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Dommert. Tijdens de counter inzet zeker. Ja. Daar horen we de scheidsrechter fluiten. De rust is aangebroken. Er zit nog wel meer in, denk ik. Dan gaan de Turkse tegen even bij te komen, denk ik. Tweede helft begint. Een voordeel, tweede helft kan nooit zo slecht zijn als de eerste. Ik vind het raar dat ik 0,9 heb, ik het toch een paar keer dat je een redding had en zo. Ja, heeft wel goede cijfers. De enige van mijn team. En die bal belandt bij de keeper. Na die tackle is hij de bal kwijt. Mooi, die steekbal van Batshuayi. Kut, ik had gewoon meteen moeten schieten. Wat? Oh, wat een drama. Wat een lekker penalty, of niet? Wat? Wat een kans op de gelijkmaker. Was gewoon de bal, hè? Wordt dit dan de gelijkmaker? Hangen. Oh, come on! Ja, maar ik zeg ineens weer groen. Zo zuiver was hij getimed op dit moment. Ja, dan kun je nog de goede hoek kiezen. Dan gaat het zitten. Zo maar voor was dat, als jij de goede kans kiest, dan heb je hem altijd. Wat dan? Hoe perfect. Als je een goede krant kiest, heb je nog altijd. Dus de tweede keer is je gewoon wel een goede hoek in. Ja. Het bestaat toch bijna niet. Feilloos in de kruising. En voor een keeper is er dan gewoon geen begin aan. Dat is klaar, dan kunnen we 5 scoren. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Batshuayi. Doorgebroken met de bal. Ah, jammer. Zo'n zonde van dat klopje. Dat had toch een mooi toppunt kunnen zijn. Wat traag in de omslag. Nee, ik doe een volle X, hè, omdat die gozer achter helemaal vrij stond. Echt, jongen, die game moet niet voor mij gaan denken, hè, want dat is super irritant. FC Twente krijgt wat ruimte op de vleugel. Michel Vlap, hij gaat daar formidabel in en zet een streep op die aanval. Het was gewoon hetzelfde als ik, nee, hè. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Nou, maar trouwens, waarom... Moet nu een vervolger aangeven. Oh, okay. De keeper met de reflex en Kut, ja, dat keeper... Nee, dat wel bijna. Gewoon cool blijven, oplossen. Zo dus. Domme gele kaart. Waarschijnlijk geel. Kan nog redden, maar... Actie met een gele kaart. Terechte beslissing. Ja... Misschien kan hij nu iets creëren. Verre vleugel. Bal nu richting de eerste paal. Via de keeper over het doel. Ik ben benieuwd of ze iets van deze hoek zo beter te maken bij deze gelijke stand. Er gaat vers bloed ingebracht worden. De bal komt voor het doel. Het doelman kan Waar gaat de keeper dwars voor mij heen? Hier de statistieken. Even kijken, ja. Ik moet zeggen, het is een boeiende wedstrijd tot dusver met veel kansen aan beide kanten. Maar nu maar hopen dat ze dit volhouden, want we hebben het prima aan ons zin, hè? Nee. Door die actie... Ja, maar ik ga hem echt voor de bal, maar dan ga ik voor de man of zo lijken. Dat kan tot een kaart. X is op de man, denk ik wel. Met een gele kaart. Het zijn ook vervelende... Er lag ruimte. Hij tikte wel net weg. Hij zet hem voor. Krijt. Ze kunnen snel uitbreken nu. Moet er langs gegaan. Wordt deze uitbraak nog afgemaakt? Hoe kun je ook nog uit de draai nog mij bijhouden? Jij moet achterlopen, ik loop naar voren. Je houdt me gewoon bij. Het einde van de wedstrijd komt in zicht. Een doelpunt. Zou doorslaggevend kunnen zijn. De voorsprong dan nu. Knal!
De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En dan is het nog niet zo makkelijk hoor. De rest gaat niet vanzelf. Maar hoe hier wordt afgerekend met de oppositie. En hoe de bal in het doel belandt. Dat is echt prachtig. Voorzet recht voor het doel. Oh. Nee, ja. Direct in bij de tegenstander. Voor, die gaat niet weg. Via de tegenstander achter. Dat hoeft ook niet natuurlijk, ja, zo zonde als hij weg zou lopen. Tijd voor een nieuwe speler. Ah, veel te hard. Voor het doel gebracht. Oh, knap hoe die keeper de bal weet te pakken. Weer terug komen ze weer een bal. Ja, dat is een tijd ook niet breder. Een einde aan deze wedstrijd. En wat voor een bedoel. Bij ons allebei zeg maar vele badje winnen, zeg maar, als wij zelf met FIFA spelen. Of de nieuwe voetbalkalender met een verdiende overwinning. Jij vond ook niet lekker spelen, hè? Nee, het speelt niet fijn. Kijk, ze hebben wel gewoon goede spelers, maar op een of andere manier, ik weet het, het middenveld staat heel raar of zo. Ja, ik weet het niet. Ik kwam er ook niet, ik kon niet gewoon, er kwam niks uit bij mij. Dus ja. Maar ik wist het alsnog niet hoeven te verliezen, want ik stond echt verkeerd te dekken bij de 2. Ja. Ja, als je bedenkt, ik heb ook mijn penalty voor de rest heb ik ook niet gescoord. Ja. Ook wel binnenkant paal eruit, maar dat... Ja, oké, dat was dan heel ver. Beetje geluk moet je dan hebben, ja toch? Ja, nee, twee... Wat hè? Ja, niet eens geflatteerd denk ik. Het is wel terecht, dus je hebt gewonnen. Nou, volgens statistiek is niet, maar... Zie ik hier, maar ik vind dat ik ook wel aardig wat kansen spelbeeld heb. Spelbeeld vind ik dat je even niet hebt gewonnen. Zou kunnen. Ach ja, maar in ieder geval, wat wel zo is... Als in ieder geval Twitter wint, al is met 2-1, dus toch met opgeheven ogen, hoofden... Voor een paar puntjes. Ja toch, voor een paar puntjes voor de 0,2 of zo, 0,5, 0,5 hè? En dus voor beide kunnen ze zich gaan concentreren op Eiting naar Twente halen. Ja. We gaan het zien, jongens. Like de spelling even achter bij de comments. Like de video. Fijne wedstrijd.